Kijk eens wat wij mee hebben genomen. Het is... Oh, waar is hij? Waar is hij? Oh, wij hebben alle troep, letterlijk van kerst en al die zooi, hebben we even meegenomen. En wij wilden eigenlijk naar de stort gaan, maar daar mochten we niet meer op. Want er waren daar dus al zoveel mensen, dat als ze ons er nog bij lieten, dan moesten ze nasluit doorgaan. Dus wij hebben nu al deze zooi meegenomen en die gaan we nu hier in deze bakken stoppen. En we hebben echt geluk dat al het karton nat is geworden, want dan kun je het een beetje pletten en makkelijk erin doen. Anders kon dat natuurlijk niet. Dus we gaan even deze rotzooi hier opruimen. Oh, dit is zo nasty ook gewoon. Kijk, deze is dan nog niet heel nat, maar dit is zo... Oh, voelt echt goor. Niet best. Nou, ik ga die grote vriendin van mij maar eens even helpen. Hoppa! Alles is eruit. Helemaal top. Ik ging even een ritje maken hier naar de vliegbasis. Want ik heb dus dit nieuwe vliegtuig gekocht op Wish. En ik wilde hem even testen buiten. En hoe toepasselijk is het om met een vliegtuig bij de vliegbasis te gaan vliegen? Isa is een beetje misselijk. Ik deed net lounge control. Het ging niet zo goed. Ik had al super lang geen lounge control meer gedaan. En we waren dus bij dat weggetje waar je dat gewoon heel goed kan doen. Daar zijn gewoon geen auto's. Toen dacht ik er ineens aan en toen deden we het. En toen was het heel leuk. Maar Isa vond minder. Maakt niet uit. We gaan lekker vliegen op de vliegbasis. Heel leuk. Check even onze handen trouwens. Van het inpakpapier zijn we helemaal rood. Jij hebt het een beetje. Ik had het net heel erg. Ja, jij hebt me wel een beetje weggeveegd. Maar check even. Het lijkt net of ik iets heb gedaan bij een meisje die ongesteld was. Dat, op zo'n wildrooster ben ik altijd bang dat mijn enkel verschrikken. Ja, zo'n ding daar. Daar gaan geen beesten toch overheen. Daarom is dat toch? Kijk, dit is dus zo'n rooster wat Isa net zei. En inderdaad, daar heb je altijd het gevoel dat je toch ertussen blijft hangen of zo. Als je hak hebt, is dat ook echt totaal niet ideaal. Wat zeg jij tegen mij? Jij lust geen barbecue. Nee, maar kan je dat hier halen? Ja, dat is echt leuk. Ze hebben hier dus dit helemaal. Nieuw. Maar nee, ik lust geen warme chocomel. Maar misschien kunnen we wel iets anders halen. Ik heb honger. Alleen maar thee en koffie en warme chocomel. Geen koekjes. Je gaat geen koekjes eten nu. Ja, ik heb toch honger? We gaan zo naar de McDonald's. Yes. Oké, we gaan even een stukje... Ik zeg de hele tijd, ik ga gezond eten, want ik voel me echt een varken na de kerst. En de hele tijd gaat het fout, omdat ik met jou ben. En dan gaan we alleen het maar... Het is weer mijn schuld. Gisteren hebben we allemaal kaas gegeten, s'avonds nog na het eten. Boeien. Toen dacht ik ga vanavond koken. Ik kook lekker spaghetti met heel veel groenten. Gaan we dat niet meer doen? Zeker wel. Ja, als we dan naar de McDonald's gaan. Ja, maar we kunnen toch iets kleins eten? Oké, Isa. Gaan we hier vliegen of wil je nog helemaal daarin lopen? We kunnen wel even hier proberen, toch? Jongens, we gaan het proberen. Oh, ik vind het echt... Wow, gek! Check even! Wow! Yes. Oh. Nee! Oh nee! Oh my god, en nu? Ja, neergestopt. Nu moeten we helemaal daarheen lopen. Kan dat? Ja. Maar het ging best goed. Ja, het ging hoog, hè? Ja. Holy. Hij is niet het vliegtuigje halen. Sorry jongens voor dit trillende beeld, maar het is zo moeilijk met deze lens. Yeah, je hebt hem! Ja, boom. Wat? Die propellertjes die zijn gewoon helemaal niet zo sterk. Oh. Dus hij kan heel goed tegen de wind in en weet je wel. Ja. Maar zodra ik met de wind meega, dan... Doink. Ja, nog een keer, ja? Ja. Hij gaat best ver. Hij doet best goed, hè? Ja, man. Gewoon op Wish gekocht. Hij is echt heel hoog. Oh nee! Hoe kom ik ooit terug? Oh! Oh, no landing! Oh, he's down! Wat is er? Is hij kapot? Oh my god! Wat is er? Nee, kijk! Wat is er?
Oh nee, hij is kapot. Ah, de neus. Oh nee. Ik had er nu al heel veel plezier van, maar ik vind het wel echt jammer. 50 euro. Ja. Hij deed best goed, dat wel. Ja. Hij kon best wel ver, dus mijn verwachtingen waren niet zo hoog. En die waren dus best wel goed. Uiteindelijk deed hij het best wel goed, maar... Dat is moeilijk. Zal ik eens proberen zonder dit te vliegen? Ja. Ik denk niet dat het heel goed gaat. Nee? Nou, ik heb heel erg het gevoel dat dat zo tegen door de wind... Ja, dat denk ik ook. Oké. Oh, oh, oh. Ik weet het ook niet, schat. Hij zegt heel hoog, schat. Echt niet? Ik ben hem even kwijt. Ik denk dat hij hem kwijt is. Ik ben hem in ieder geval wel kwijt. Maar kijk hoe ver ik hier ook is nu. Ik sta helemaal hier. Quinn is helemaal daar. Nou, is dat niet scherp? Ik heb niet nog een hand om mee scherp te stellen. Maar Quinn zegt dat hij denk ik weg is. Hey. Hij is weg. Is hij weg? Ja, hij is neergestort, maar ik ben al zo ver weg, ik kan het niet meer vinden. En hij maakt ook geen geluid meer. Oh nee. Ja, maar ja, ik kom wel terug naar jou toe, ja? Ja, is goed. Tot zo. Tot zo. Daar is hij weer. Hey, schatje. Hey, moe. Ja. Je hard gerend. Oh. Zonder vliegtuig. Ik kwam hier met volle handen en we gaan met lege handen naar huis. Wat stom. Echt jammer, hè? Ik kan wel warme chocomel voor jou. Dan heb je weer volle handen. Kan wel handen. Maar je lust geen warme chocomel. Hè? Je lust geen warme chocomel. Nee, maar we gaan hier wel weg. Wie lust er nou geen warme chocomel? Als deze video 5000 likes heeft, kopen we goed RC vliegtuigje. Oké. Dan kunnen we hier opnieuw naartoe. Hoeveel likes? 5000. Zoveel! Nou, gaan we dan. Zonder vliegtuig naar huis. Wel geniaal. Ik had Don en Sheet dus om mijn auto laten tekenen. Zoals jullie weten, deze tekeningen, echt fantastisch. Maar kijk wat je hier gewoon had gedaan zonder dat ik het door had. Even hier een lekker swipe. Op. Hey, Dago. Hallo. Helemaal blij. Wij gaan lekker warm de auto in. Zo, snel de auto aan. En met verwarming. Veel mensen willen hun bloedvaten blijkbaar dicht hebben. Dus laten we hem skippen. Ja. Ja. Super. Ja, een beetje druk. Moeten we heel lang wachten, daar heb ik geen zin in. Dus we gaan wel lekker naar huis, ja? Nou, dat was de avontuur met de vliegtuig. Ben je nog steeds verdrietig? Ja, ik ben nog steeds verdrietig. We hadden geen auto opgenomen. Dus we dachten, we nemen dat nu nog even op. Ja. Maar wel echt jammer, hè? Ja. Dus ik hoop dat jullie 5000 likes geven, want ik wil heel graag een nieuw vliegtuig kopen. Dus... Doneren kan hier. Ja. Giro. Nee, en we hebben net even de beelden teruggekeken van het vliegen. En dat was nog best wel lastig. Met die lens die is zo... Ja, we hadden dus een nieuwe lens gebruikt. En die is zo gevoelig dat als je zeg maar een heel klein stukje omhoog doet, dan lijkt het alsof je helemaal zo gaat. Maar dat doe jij dus helemaal niet. Dus ik heb echt mijn best gedaan met filmen, maar sorry daarvoor als het soms een beetje... dat je denkt, jezus, was die mij dronken? Dus, maar ja, het was een beetje lastig door die lens. Maar hij deed mijn best. Ja, en het was wel echt vet. Het was ook echt een vette plek om met een vliegtuigje te gaan vliegen. Dus, bij een nieuwe gaan we daar zeker weer heen. Jongens, meisjes, bedankt voor het kijken. Deze video komt online op 31 december. Dus ja, fijne oud en nieuw. Ja. Eigenlijk van wat je ervan kan maken. Geen vuurwerk, weinig bezoek. Ja. Maar ja, wel hopen dat het volgend jaar beter kan. Ja. Toch? Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we iedereen een gelukkig en veilig en gezond nieuwjaar wensen. En ook allemaal heel erg bedankt voor wel dit gekke jaar. Het was natuurlijk best wel gek. Ja. Maar ook daardoor wel veel geleerd en zo. En dit jaar dagelijks gevlogd. Allerlei dingen. Meer dan 100 dagen. Meer dan 100 dagen. 4 maanden lang. Dus dat was ook wel allemaal heel leuk. En dat was anders nooit gebeurd als dit hele gebeuren er niet was. Dus aan de ene kant is er toch nog wel iets klein beetje positief. Zeker. Maar het mag nu ook wel een keer over zijn, toch?
Zeker. En misschien is het ook wel leuk om te vragen aan je kijkers wat ze het allerleukst vonden van de video's van het afgelopen jaar. Ja, mijn allerleukste video die ik denk ik heb opgenomen is die met Enzo. Ja. Die vond ik echt het allerleukst. Maar misschien hebben jullie ook wel iets waarvan jullie denken. Ja, ik vond het dagelijks vlog ook wel leuk. Ja, dat zou ik zeker ook nog wel een keer willen doen. Ja. Dus, laat even hier beneden weten als jullie een video of iets heel erg leuk vonden van dit jaar. Laat het gewoon positief houden. Niet iets negatiefs. Niet over wat vonden jullie stoms van dit jaar. Doe iets leuks, laat het weten. En tot de volgende keer in het nieuwe jaar. Stom grapje, tot volgend jaar.